Hallo. Dit jaar vindt de internationale Degrowth-conferentie plaats in Den Haag. En daarom willen we ook graag aandacht besteden aan Degrowth in Nederland. Maar voordat ik daar wat over vertel, wat is Degrowth? Degrowth staat voor een opzettelijke vermindering van overproductie en overconsumptie. Om daarmee een rechtvaardiger, duurzamer en collectief leven centraal te stellen. Terwijl het begrip degrowth of ontgroei in het buitenland al vrij bekend is, staat Nederland nog aan het begin van zo'n degrowth beweging. Wij vinden ontgroei een hele passende vertaling van degrowth in het Nederlands, omdat het namelijk ook betekent dat je je ergens van bevrijdt, dat je belangstelling ergens voor verliest. En dat vinden we heel goed passen bij de degrowth gedachte, namelijk het ontgroeien van onze maatschappelijke verslaving aan economische groei. Want daar zijn we uiteindelijk toch echt nu te verstandig voor geworden, toch? Ook al wordt de term degrowth of ontgroei nog niet zoveel gebruikt in Nederland, zien we wel dat er heel veel interessante organisaties en initiatieven en mensen zich bezighouden met activiteiten waarvan we denken dat die heel goed passen bij de degrowth gedachte. We zien ook tegelijkertijd dat heel veel van die activiteiten worden geremd, dat heel veel ideeën moeten worden geparkeerd of gestopt, omdat ze niet goed passen binnen de huidige economie die groei en competitie en alsmaar meer en meer en meer centraal stelt. Een degrowth samenleving daarentegen zou dus heel veel ruimte kunnen scheppen en heel veel ondersteuning kunnen geven aan dat soort activiteiten. Tijdens de conferentie zullen we ruimte creëren voor initiatieven en organisaties om elkaar te ontmoeten. En om ervaring met elkaar te delen. Toewerken naar een systeem dat hele andere waarden centraal stelt, kan soms een eenzame strijd zijn. En wij geloven dat je samen sterk staat. En dat degrowth dus ook een hele mooie soort van verbindende rol zou kunnen spelen. En dat hebben we gezien in andere landen en bij eerdere conferenties. En we willen dat ook voor Nederland zo zien. Nou, wie kan er allemaal meedoen met de conferentie? Nou, eigenlijk iedereen die zich bezighoudt met een duurzamere, rechtvaardige systeem. En dat kan zijn een lokaal initiatief of een landelijk netwerk of een initiatief richting beleid. De conferentie biedt dus eigenlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dus, wil je meer over degrowth weten? Wil je gelijkgestemden ontmoeten? Laten zien wat degrowth betekent in de praktijk of samen in actie komen? Meld je dan aan voor de conferentie. Of dien een voorstel in. Dat kan zijn een lezing of een debat of een excursie of een theatervoorstelling of allerlei andere creatieve activiteiten. We kijken er in ieder geval naar uit om jullie daar te ontmoeten en om samen een eerste stap te zetten voor een degrowth beweging in Nederland. Dank jullie wel.